Het libertarisme is een vorm van incompatibilisme... dat dus erkent dat determinisme en uh, vrije wil niet samen gaan... maar het ontkent dat determinisme waar, waar is... waardoor vrije wil uiteindelijk wel mogelijk is. En de libertaristen hebben een aantal redenen voor hun overtuiging. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen... dat de ervaring van keuze die wij hebben... heel goed aansluit bij het libertarisme. Want stel je bent bij je favoriete Amerikaanse restaurant... En je gaat ontbijten. En je zit te twijfelen tussen de spek, eieren en toast en de Amerikaanse pannenkoeken. Op dat moment zal de keuze niet voor je gemaakt worden. Uiteindelijk moet jij de keuze maken. Dus onze ervaring van de wereld is de een waar er alternatieven open zijn, want we kunnen zowel de pannenkoeken kiezen als de spek. En totdat we feitelijk een keuze hebben gemaakt, lijkt de keuze niet al voor ons gemaakt te zijn. En je kunt dus kiezen uit die alternatieven. Dus we ervaren de wereld als indeterministisch. Maar wacht eens even: lijkt veel gezegd te worden in de discussie over vrije wil. Is het niet zo dat de natuurwetenschappen ons vertellen dat de wereld wel degelijk deterministisch is? En dat het verleden, samen met de natuurwetten, dus volledig bepaalt hoe ons heden en de toekomst eruit zullen zien? En dat onze ervaring van de wereld als een indeterministisch geheel, dus in strijd is met hoe de wereld er daadwerkelijk uitziet. Zoals we wel vaker naar wetenschappelijk onderzoek ontdekken, dat de wereld eigenlijk heel anders is dan we in eerste instantie dachten. Nou, dat is nog maar de vraag. Want een dergelijke bezwaar hangt natuurlijk af van hoe het feitelijk zit in de natuurwetenschappen. En het blijkt zo te zijn dat in de fysica en de natuurkunde. Er uh, theorieën zijn. Maar theorieën zijn ook die uh, aangehangen worden door vele mensen waarin voor ingegeven oorzaak A er meerdere gevolgen mogelijk zijn. En met name in bepaalde interpretaties van de kwantummechanica. Een, een theoretische traditie binnen de natuurkunde, is zoiets mogelijk. Dus je hebt dan een oorzaak A. En je hebt een bepaalde kans dat een gevolg optreedt. Bijvoorbeeld 20% kans dat het gevolg B optreedt, 30% kans dat het gevolg C optreedt en 50% kans dat het gevolg D optreedt. En dat lijkt in ieder geval alternatieve mogelijkheden open te laten op een manier die aansluit is blijkbaar bij de hedendaagse natuurwetenschap. Nou gaat die kwantummechanica niet over macrofenomenen zoals mensen of beken, maar dat bezwaar laten we terzijde, schuiven we terzijde, want er is eigenlijk nog een veel fundamentele bezwaar. Het is namelijk de vraag of dit soort uh, alternatieve mogelijkheden, wel het soort alternatieve mogelijkheden zijn dat uiteindelijk vrije wil mogelijk maakt. Om dat duidelijk te maken, moeten we kijken naar een voorbeeld. Namelijk het voorbeeld van Jalinda. En we nemen in eerste instantie situatie 1. In situatie 1 wil Jalinda afvallen en ze ziet een zak chips. Ze gaat dan overwegen: neem ik de chips of neem ik de chips niet? En ze overweegt aan de ene kant dat de chips lekker zijn. En aan de andere kant ziet ze, of heeft ze natuurlijk het idee dat ze niet goed zijn voor de lijn. Maar uiteindelijk bezwijkt ze toch voor de verleiding en eet ze de zak leeg. Dan krijg je situatie 2. In situatie 2 eet Jalinda niet, of althans ze eet niet de zak chips. Maar in alle andere opzichten is de situatie hetzelfde als situatie 1. Jalinda wil afvallen, ze ziet de zak chips. Ze heeft uiteindelijk exact dezelfde overweging. Maar de conclusie waartoe die overweging leidt, op het moment waarop ze feitelijk een keuze maakt, maakt ze een andere keuze, want ze weerstaat namelijk de verleiding om de zak chips leeg te eten. En je zou kunnen zeggen dat een bepaalde interpretatie van de kwantummechanica dit mogelijk maakt, omdat er van tevoren, voordat ze daadwerkelijk een keuze maakte, een kans was dat ze uiteindelijk zou kiezen om een zak leeg te eten, en net zo goed een kans was dat ze uiteindelijk de weerleiding zou verstaan, weerstaan. Maar de vraag is hoe er als het ware een keuze wordt gemaakt tussen die verschillende opties, tussen die verschillende mogelijke gevolgen van alle gebeurtenissen die uiteindelijk leiden tot de keuze die ze maakt. En dat lijkt verdomme veel op een situatie waarin het universum een soort muntje op heeft gegooid. Is het kop geworden? Of omdat het kop is geworden heeft ze uiteindelijk de zak leeggegeten, maar was het munt geworden dan had ze de verleiding weer staan. En dat lijkt maar in weinig op het daadwerkelijk vrijelijk maken van een keuze door Jalinda. Om al dan niet die zak leeg te eten. En aangezien er niet vrijelijk een keuze wordt gemaakt, levert dit soort extra ruimte, dit soort ruimte voor alternatieve mogelijkheden, niet veel ruimte op voor het idee dat de mens de ultieme oorzaak is voor de keuzes die hij maakt. En daarmee levert het vaak niet. Voor veel libertaristen, of zou het dat in ieder geval niet op moeten leveren? Het soort vrije wil op dat je zou willen hebben. Het soort vrije wil op namelijk dat voldoende is, of noodzakelijk is, om moreel verantwoordelijk te zijn voor de handelingen die je doet. En daarom is het maar helemaal de vraag of er ruimte is binnen de hedendaagse natuurwetenschappen. voor dit soort libertaristische opvattingen over vrije.